Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport maakt zich zorgen om het aantal gevallen van zelfmoord. Vandaag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei Emanuel dat het probleem niet alleen door de autoriteiten aangepakt moet worden, maar in samenwerking met de totale gemeenschap. Het is heel triest wat er nu gebeurt in Suriname, dat je dit soort gevallen krijgt. Iedereen is weer eentje te veel. En ik heb het ook laatst moeten meemaken. Gelukkig is het niet voorgekomen, niet erger geworden dan we dachten. Maar het gaat alleen om het praten. Praten, praten en soms probeer je de persoon ook te helpen. Maar je moet gewoon ervoor voelen van hey, die persoon luistert naar je. Het is een hele moeilijke situatie waarin de vrouwen zich nu tegenwoordig, ik weet niet als het de schuld is van de mannen hoor, ik weet het niet. Maar we moeten kijken en misschien kan je het zo zien aan iemands gezicht en probeer tot die persoon te praten en dan help je ook op zo'n manier je medemens. Maar het kan niet zo doorgaan dat we elke keer dit soort gevallen krijgen. De minister geeft verder aan dat de districtscommissariaten moeten inspelen bij gevallen als die van gisteren, waarbij een vrouw de Saramaka-rivier inreed en om het leven kwam. Echter hebben de commissariaten de nodige middelen nog niet ontvangen. Emanuel stelt dat er een dringende verandering moet komen in de situatie met betrekking tot zelfmoordgevallen.